Afgelopen zondag, 3 april, was het opnieuw de Ronde van Meerbeke. De Ronde van Meerbeke is een ludieke fietstocht met start en aankomst in Meerbeke zelf. Voor het fietsevenement waren opnieuw zo'n goede 200 fietsliefhebbers afgezakt naar Meerbeke City. Burgemeester mevrouw Tanja de Jonge kwam dan ook zeer graag de start bijwonen en we vroegen haar wat voor haar de Ronde van Vlaanderen is. Dus, voor ons is de Ronde van Vlaanderen een beetje het verdriet van de Ronde. Maar als je ziet wat ze hier in Meerbeke doen om de Ronde toch in Meerbeke levendig te houden. En als je ook merkt dat er al heel wat promotie gemaakt wordt om die Ronde terug naar Meerbeke te krijgen. Dan is het mijn plicht om hier vandaag ook aanwezig te zijn en een hart onder de riem te steken. Van de organisatoren. De vijfde keer dat we dit doen, na het verdwijnen van de Ronde. Dus de 44ste editie voor die aankomst in Meerbeke. En het blijft toch maar succes kennen, hè? Ja, eigenlijk wel. In het begin hebben we altijd schrik voor het opnieuw te organiseren, omdat we denken dat de mensen niet meer geïnteresseerd zijn. Maar we zijn momenteel al aan 130 personen en ja, het is nog een half uurtje inschrijvingen, dus waarschijnlijk gaan we met meer zijn dan verleden jaar. Dus. We staan bij ons met Dirk Blanchard, de voorzitter van de Vlaamse motorcyclistengevers hier in Meerbeke. Dirk, zei je soms niet verkeerd dat hier in Meerbeke staat vandaag? Wel, vorig jaar eerlijk gezegd waren er ook mensen van ons hier en ik was in Brugge. Ik was daar in opdracht voor het nieuwsblad. En ja, nee, ja, misschien zat ik er een beetje verkeerd, maar ja, bon, het is een keer iets anders. Dus er was dit jaar geen opdracht voor ons in de Ronde van Vlaanderen. Dus dan kom ik met veel plezier een keer naar Nienhoven, het Meerbeke. Mijn naam is Felix de Bondredder. En u rijdt vandaag hier ook terug mee? Ja, ja. Waarom? Omdat mijn beste vriend eigenlijk, dus organisator is van Kom op tegen kanker in Nienhoven. En ja, het is voor eigenlijk een goed doel, hè. De opbrengst van dit gebeuren hier, dat gaat naar een goed doel terug, hè? Ja, dus per fietser gaat er al 2 euro naar Kom op tegen kanker en het MPC Sint-Franciscus. En dan achteraf in het jeugdhuis wordt er per verkochte consumptie 50 cent geschonken aan het goede doel. Wat denkt u, komt de Ronde hier nog ooit terug? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ik denk dat er veel te veel geld mee gemoeid gaat en dat Nienhoven een te kleine stad is om zich daar in te mengen. Is het nog altijd iets dat beter is bij het stadsbestuur die Ronde naar Meerbeke krijgen? Wel, dat is zeker en vast al ter sprake geweest, maar we moeten dat ook verstandig aanpakken. Ik denk, we hebben een organisatie, vroeger het aankomstcomité, wij moeten die mensen daarbij betrekken. En voor mij is de Ronde van Vlaanderen nog altijd een tandem met Geraardsbergen. Dus wij moeten dat samen aanpakken. Dat is mijn visie om die Ronde misschien terug naar Meerbeke te halen. Wat vond u persoonlijk zelf, dus als buitenstander, vond u de aankomst hier de beste toch? Ja. Zeker. Want het gaat veel te commerciële toer, vind ik. In oude aarde. Ik hoop er niet meer op, eerlijk gezegd. Maar jullie blijven in ieder geval doorgaan? Wij blijven doorgaan tot ze misschien eventueel nog zou terugkomen. Yo, Kokoman again with some simple song. Well, we can rock it all night long. Real vibes, now watch ya. I wake up in any morning on a blessed day, see the sun and then I feel so good. Do a little exercise, meditate and pray, and it makes me feel just like I should. They kiss me wife, yes, she know me, love me, life. With me doubt that she just keep it nice. Well, I want them to feel that the vibration is real. Please don't let me be misunderstood, because we got the real vibes, we got the real vibes. And when we are together, then we feel nice. Yeah, we got the real vibes, and just our real vibes. You can see it when you look in our eyes. We got the real vibes, and just our real vibes. And when we are together, then we feel nice. Yeah, we got the real vibes, and just our real vibes. You can see it when you look in our eyes. I mean, no matter about the boy, we still chat me. Cha-cha and me guide, me know them can't stop me. Life and me friend, I got me chance strictly. No bad mind people, they could never trick me. Got from the day me band me in a positivity, because negativity never gave nothing to me. Me tell it to me friend and tell it to me family. Me wanna live me life happily, because me got the real lives, we got the real lives. And when we are together, then we feel nice. God, we got the real vibes, and just our real vibes. You can see it when you look in our eyes. We got the real vibes, we got we feel vibes. And when we are together, then we feel nice. God, we got the vibes.
Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.